Nou, van harte welkom. Wij hebben de klinische demonstratie hier in Groningen aangegrepen om iets over de Algemene Verordening Gegevensbescherming te vertellen. En dat wordt meegestreamd, dus er zitten achter het rode lampje mensen waarvan we niet weten wie dat allemaal zijn en hoeveel de mensen dat zijn. En het begreep dat het ook opgenomen wordt en op YouTube geplaatst wordt, dus we kunnen het straks ook breed laten zien. En dat scheelt ons ook weer heel veel werk. Ik ben Alice Broersma, ik doe het samen met John Kuijn. Wij waren tot vorige week samen de functionarissen gegevensbescherming. Alleen ben ik dat niet meer vanaf 1 september, maar ik ben dat is overgegaan naar mijn collega Astrid Vrieling. Die kon hier helaas nog niet bij zijn. Maar dit onderwerp stond al wel gepland en ik blijf gewoon als jurist bij ACADE werken. Dus het hele inhoudelijke werk over beroepsgeheim en privacy en dat soort dingen ligt ook voor een deel nog bij mij. Dus vandaar dat we dit gewoon samen hebben opgepakt. We willen iets vertellen over de AVG, zeg maar, die Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei van toepassing is, wat jullie vast niet is ontgaan. En waar jullie mogelijk ook nog veel vragen over hebben. Nou, daar is ruimte voor. Stel ze vooral. Ik begreep dat de mensen die meekijken op de stream Janine vragen kunnen stellen. Dus die horen we dan wel van Janine. Maar we beginnen even met, nou, hoe bewust zijn jullie al van die AVG? En we hebben even wat casussen en wat vragen voor jullie gemaakt. Stel je voor dat je een mail krijgt van de gemeente waarin ze een controle willen doen, een steekproefsgewijze controle. En ze willen de verwijsbrief zoals je die hebt gekregen van de verwijzer. Mag je die verwijsbrief aan de gemeente toesturen? Nou, ja, dat mag, want de gemeente moet immers een controle uit kunnen oefenen. En, dus je mailt die verwijsbrief terug. Die gemeente moet controleren, maar je verstuurt hem wel per post. Of nee, het versturen van een kopie van de verwijsbrief is in strijd met het beroepsgeheim. Voor wat, welk antwoord zouden jullie kiezen? C. Is correct. C. Zij hadden de mensen voor een ander antwoord gekozen? Nu niet meer, hè? Oké, nou dat is hartstikke mooi. Ja, het valt gewoon onder het beroepsgeheim, dus dat is niet veranderd. Er is geen wijziging ten opzichte van de AVG erbij dat dat veranderd is. En toch willen ze soms informatie. Yes. En wat wij dan doen is dat we zeggen dat ouders zo'n brief hebben. Dus die kunnen dat als ze dat willen overhandigen. Ja. En dan mag het wel. Ja, dat is correct. Mits ouders dat niet willen. En dat mag dus ook. Ja, klopt inderdaad. Ja. We hebben heel lang in het basisregistratieformulier het opleidingsniveau van ouders uitgevraagd. Maar mag dat eigenlijk wel in het kader van de AVG? Dat mag, want we moeten dat ook aanleveren aan de DIS. Dat is het, John, dat weet jij weten waar die afkorting voor staat? Ja, even aanleveren, centraal SBG-achtige aanleveringen, centraal die we moeten aanleveren voor verzekeraars of andere referentiedoeleinden. Dus in dat kader mag het? Of nee, het mag niet. Het is een bijzonder persoonsgegevens en het is verboden om dat te verwerken, om dat vast te leggen. Of C, nee. Het is helemaal niet voor elke cliënt van belang dat we dat allemaal weten van ouders. Of D, ja nee, dat mag, want het is heel belangrijk om te weten in het kader van de behandeling. Voor welk antwoord zouden jullie kiezen? Wie zou voor antwoord A gaan? Niemand. En B? En C? En D? Het is antwoord C. Dit is een stukje proportionaliteit. Dus is het voor iedereen nodig? Ja, je mag het vragen als het nodig is. En als een mens wil zeggen. Maar mag het standaard uitvragen van informatie waarvan je zegt, ja, misschien ga ik het gebruiken. Dat mag in het kader van de AVG niet meer. Dus even nadenken van, mag je het? Is het echt voor iedereen van belang? Nou, in heel veel situaties is het niet belangrijk. Is het wel belangrijk? Mag je het nog steeds vragen. En dan zet je het gewoon in het dossier. Dan, dat kan. Ja. Zeg maar dat hele standaard uitvragen bij elke cliënt, dat doen we niet meer. Dat hebben we ook uit de basisregistratieformulieren gehaald. Omdat dat gewoon veel te veel informatie is die we dan opvragen. Maar in dit geval ligt de kennis niet bij ouders om te bepalen in belang van het kind.
kerkboom mag als organisatie moet je daar wat van vinden. Ja, daar moet je zelfs iets van vinden. Ja. Je moet steeds kijken van... Ja, dat bepalen. Ja, je moet steeds kijken van, goh, vraag ik niet te veel? Heb ik deze informatie allemaal nodig? Ja. En als jij in je behandeling denkt van, goh, ik zou daar toch wel wat meer over willen weten. Bijvoorbeeld als een kind LFG-problematiek heeft of zo, waarin je wat meer wil weten. Dan vraag je dat uit en dan kan je het in het dossier zetten als je dat nodig vindt. Ja. Dus, maar dan doe je het op maat. Ja. En we delen het nu voor de hele bulk. Ja. En dat is het grote verschil. Dan de derde. Je krijgt een dringende mail van een moeder dat ze deze week nog een kopie van het dossier wil. Van een 8-jarige zoon en anders gaat ze een klacht indienen. Dus of je het maar even klaar wil leggen op de balie. En dan komt ze het halen, want daar heeft ze immers recht op, zegt ze. Wat doe je? Nou, je werkt over. En donderdag ligt het dossier klaar bij de balie. Je gaat 4 weken op vakantie en je zegt, nou, dan pak ik het daarna wel op. Je kijkt welke informatie ze recht heeft en je verstrekt binnen 1 maand een kopie. Of je vraagt eerst toestemming aan de vader van deze jongen. Wie gaat voor A? Niemand. Wie gaat op vakantie? Ja. Wie zegt C? En wie D? Ja. Als hij gezag heeft. Ja. Het antwoord is C. Toch C? Ja. Ja. Als de moeder gezag heeft en de vader ook, dan hebben ze elk een zelfstandig recht op een kopie van het dossier. En dat hoeven ze niet te delen, dat gezag. Dus ze kunnen dat allebei opvragen. En het is niet afhankelijk van de toestemming van de een of de ander het mag hebben, zeg maar. Ze hebben allebei het evenveel rechten. Ja. Daarnaast moet je zo'n dossier ook bekijken of er niet informatie in staat over anderen. Bijvoorbeeld over een ex-partner als ouders gescheiden zijn, of over een broertje of zusje, zeg maar, of over iemand anders nog. Dus je moet steeds dat dossier bekijken voordat je inzage of afschrift verleent. En wat nieuw is in de AVG, eerst kreeg je daar een redelijke termijn voor, en dan mocht je dan zelf invullen wat redelijke termijn is, was. Maar nu is de wet veranderd en daarin staat dat je dus dat binnen 1 maand moet doen. En lukt dat niet, dan moet je dat aangeven en vertellen wanneer je het dan moet je het nog, dan heb je nog 1 maand verlenging. Maar hoe zit het dan andersom? Want een aantal van jullie werken op de onderzoeksafdeling. Ja. En wij kijken in de dossiers van kinderen als wij. Maar wij zijn in de veronderstelling dat we toestemming moeten hebben van beide gezaghebbende ouders. Ja. Ja. Klopt dat? Klopt wel. Dat klopt, ja. Wel. Ja, dus andersom heb je wel toestemming. Ja. Ja, want jij bent een derde, zeg ja. Maar. Je bent niet een ouder met gezag. Dus daar gelden andere regels voor, inderdaad. Klopt. Ja. Ja. Dus die AVG is ook niet anders geworden dan wat het al was. Ja, behalve dat er een maand erbij is. Alleen die maand erbij, maar wat voor informatie er gedeeld moet worden. Het is dus nu ook niet plotseling dat ze alles mogen weten. Het is gewoon hetzelfde gebleven op dat vlak. Ik had een vraag ook over C. Want het is nu ook dat je bijvoorbeeld soms in de dienst een vraag krijgt om informatie te verstrekken over een cliënt die je niet kent. Maar wel informatie die ze dan wel die dag of die week nodig hebben. Is het dan... mag het dan als je niet behandelaar bent van een cliënt om dat te doen? Nou, en ook zeg maar te screenen wat wel informatie is die ze zo mogen hebben? Nou, als je in de dienst zit, dan ben je een waarnemer, zeg maar, voor degene die niet de dienst draait. En als het kan blijven liggen tot de behandelaar, dan zou ik dat doen. Want dan die kan dat gewoon beter beoordelen omdat hij de patiënt kent. Maar als de nood aan de man is, ja, dan moet je kijken of je... bij voorkeur dat met toestemming doet en alleen als het in je kunt het alleen doorbreken om de veiligheid van de cliënten te garanderen, zeg maar. Dus dat is, daar is wel wat voor nodig. Dus ook dan heb je gewoon toestemming nodig om die andere instelling te informeren. Dus als je dan gewoon kan wachten tot de volgende ochtend, dan zou ik het overdragen aan de eigen behandelaar. Zeker als ik hoor zeggen van ergens die week moet het aangeleverd worden, dan gaat bij mij al zo van dan heeft het geen haast. Dan is het niet nu acuut iets waar iets mee moet gebeuren. En die maand, die wettelijke termijn van een maand, die geldt voor iedereen die informatie opvraagt. Dus niet alleen voor ouders, maar ook voor een andere instelling die met toestemmingsverklaring uiteraard.
Nee, dat is een ander iets. Nee, dat is iets anders inderdaad. Maar het gaat om, hier gaat het om het recht op inzage en afschrift, zeg maar, van de cliënt of van ouders. Daar is die maand op van toepassing. Dus die oefenen hun rechten in het kader van de AVG en de WGBO uit. En daar staat nu een termijn voor een maand. Dus dat soort mailtjes moeten ook niet te lang blijven liggen inderdaad. Die moeten echt door naar de behandelaar, zodat die kan beoordelen hoe het dossier, of het dossier moet worden geschoond. En als die behandelaar met vakantie is, moet het dus opgepakt worden. Want als die pas over 4 weken terug is, dan zijn we te laat. En dan... die AVG die stelt een heleboel verplichtingen aan ons als akkaren. Wat als wij nou de boel niet op orde hebben, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens? Hoe hoog denken jullie dat de boete is? 20.000 euro, 2 ton, oh sorry, wie voor 20? Ja, 2 ton? 2 miljoen? En wie denkt dat we voor maximaal 20 miljoen het schip ingaan? Ja, wat is niet op orde, vraag ik maar. We hanteren de rechten niet, we hebben geen privacybeleid, we melden datalekken niet, dat soort dingen. Ja. Nee, het is geen 20.000, het is wel 20, maar dan wel 20 miljoen. Ja. 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 En voor hele grote bedrijven is het 20 miljoen of 4% van de omzet. Dus als je een miljardenbedrijf hebt, dan word je nog zwaarder aangerekend. Want anders zouden die grote bedrijven denken, joh, die 20 miljoen die schrijven we ergens af. Dus dan is hij gerelateerd aan de omzet. Maar dit zit een minimumbedrag. Als je het echt niet op orde hebt. Nee. Dus dat, nee, het is niet een minimumbedrag. Ze kunnen wel lager. Ze mogen wat lager, maar... Ja, ze mogen wel lager, inderdaad. Ja, maar dat geeft aan dat we er dus alle belang bij hebben om binnen elkaar de boel goed op orde te hebben. Dat hebben we ook voor een groot deel. Dan moeten we nog wel ergens wat losse eindjes aan elkaar gebreid worden. En wat wou ik daar nou nog meer even over zeggen? Het moet ook worden houden. Ja. Ja. Even over die AVG, die is sinds 25 mei van toepassing in Nederland. Dat is een Europese verordening, die geldt dus voor de hele Europese Unie. Die komt in de plaats van de wet bescherming persoonsgegevens, die bestaat dus niet meer. En die AVG, daar zitten een paar veranderingen in. Die geven meer verantwoordelijkheid aan organisaties om de boel zelf goed te regelen. En dat moet je dus ook doen. En anders, daar hebben ze dus die grote, dikke boete tegenovergesteld voor als je het niet doet. Er zijn een aantal privacyrechten voor betrokkenen, versterkt en uitgebreid. En betrokkenen is niet alleen onze patiënten, maar dat ben je ook als medewerker, als burger. Hij geldt natuurlijk voor alle gegevens die over jou verzameld worden of over anderen verzameld worden. Dus het geldt ook voor jou als medewerker van Acara. En er zijn dus die stevige bevoegdheden voor de autoriteiten persoonsgegevens. Nou, nog even iets. Vind ik toch altijd wel leuk om even te laten zien hoe dat privacyrecht nou eigenlijk is opgebouwd. Het begint eigenlijk met de Europese verdragen of de internationale verdragen. De internationale verdrag van de rechten van het kind. Het Europese verdrag van de rechten van het mens. In de grondwet is er iets geschreven over de bescherming van jouw gegevens, over jouw privacy. En dat is uitgewerkt dan nu in die algemene verordening gegevensbescherming. En daarnaast heb je dus nog allerlei afzonderlijke wetten die gemaakt zijn voor specifieke situaties. Onze centrale wet is natuurlijk die WGBO, daar staat een geheimhoudingsplicht in. Daar staat er recht op inzage in, recht op vernietiging. Dus daar staan heel veel rechten in. De BIG zegt iets over het beroepsgeheim, de jeugdwet. Nou, zo zijn er allerlei wetten die specifieke stukjes hebben uitgewerkt. Dus die gelden. En daarnaast geldt ook nog die AVG. En die wetgeving is natuurlijk ook allemaal nog weer uitgewerkt in beroepscodes, in je professionele standaard, in meldcodes. Richtlijnen, artsen die een eten hebben gezworen. Dus die, zo is dat een beetje opgebouwd. Maar die specifieke wetten gelden naast de AVG. Nou, wanneer mag je nou gegevens verwerken op basis van die AVG? En verwerken, dat is een begrip wat betekent dat eigenlijk alles van het verzamelen tot en met het weggooien. En alles wat je daartussenin doet,
delen, opslaan, vernietigen, backups maken. Dat zijn allemaal handelingen die onder het begrip verwerken gaat. Wij mogen alleen gegevens verwerken als dat in overeenstemming is met een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en een gerechtvaardigd doel. Wel bepaald is dat je nou duidelijk moet hebben welke gegevens je verzamelt. Die moet je ook uitdrukkelijk omschreven hebben. Wel bepaald is ook dat je het doel goed bepaalt, zeg maar. En dat doel dat moet ook nog in overeenstemming met de wet zijn. Dus je mag gegevens verzamelen. De wettelijke grondslag is als je toestemming hebt van degene van wie die gegevens zijn. Nou, wij doen heel veel, slaan wij heel veel met toestemming op. Als je bijvoorbeeld dat opleidingsniveau van die van die oude aanvraag op wil slaan, zeg maar, in je dossier, dan kan je daar toestemming voor vragen. Maar het kan ook passen binnen de overeenkomst die wij met de cliënt hebben, die behandelingsovereenkomst. Op basis waarvan je dat dus in je dossier mag vastleggen. We hebben ook een wettelijke verplichting. We moeten namelijk een dossier bijhouden. Dat zegt de WGBO. Dus dat is een wettelijke verplichting. Op basis daarvan mogen we die gegevens ook verzamelen. En soms is het in het kader van vitale belangen. Dus als iemand echt hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als je in de dienst een IBS hebt en je registreert daar van alles over. En iemand is zo in de war dat hij daar geen toestemming voor kan geven. Of dan heb je een vitaal belang. Het belang van diegene die je helpt. Om die gegevens vast te leggen. En soms ook een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld binnen ACARE research bijvoorbeeld. Dat zijn gegevens die je ook soms met toestemming vastlegt, maar ook op basis van een gerechtvaardigd belang. En wij moeten dat voor alle gegevens die we binnen ACARE nu verzamelen vastleggen in een verwerkingsregister. Dus we hebben voor alle gegevensverwerkingen, voor alle lijstjes, voor alle applicaties die we hanteren, hebben we overzichten gemaakt. Dit zijn de gegevens, dat zijn de doelen. Dat is de wettelijke grondslag. Zo lang bewaren we ze. En nou, die hebben we dan bijna compleet. En dat was wel een flinke klus. Wat verandert die AVG nou eigenlijk aan je eigen beroepsgeheim? Nou, eigenlijk niks. De WGBO blijft gewoon van toepassing, de BIG blijft van toepassing. Dus het informatiedelen zoals je dat gewend was, blijft eigenlijk hetzelfde. Wat wel veranderd is, is de manier waarop. De AVG stelt wel hoge eisen aan veiligheid. Dus nou ja, dat is ook de reden waarom we niet meer onbeveiligd mailen en appen. Maar dat we Ziffer hebben en Silo en dat soort dingen. Dat zijn allemaal beveiligde opties waardoor de gegevens netjes en veilig terechtkomen. Ook dat we niet met z'n allen meer op de O-schijf kunnen. Daar stonden ook een tijd geleden nog heel veel patiëntgegevens waar eigenlijk iedereen bij kan. Nou, dat kan niet meer. Dus dat kon toen ook niet, maar dat soort dingen kunnen niet. Dus we moeten het zo organiseren dat degenen die erbij kunnen, bij moeten, dat die erbij kunnen en dat de rest ook er niet meer bij kan, dat het beveiligd is. Dus dat veilige mailen en appen hebben we, maar ook in de AVG staat dat je er niet meer van uit mag gaan dat iemand wel toestemming zal geven, tenzij die zijn mond open doet. Dus wat wij eerder altijd deden is informatie aan de verwijzer, dat is eigenlijk heel gebruikelijk in de zorg. Daarvan zeiden we eigenlijk, dat doen we, dat zetten we ook in onze folder, dat doen we. En als u het daar niet mee eens bent, nou laat u dat dan vooral weten. Dat mag niet meer. Dat ja tenzij, het moet nu een expliciete toestemming zijn. Dus je moet voor het informeren van de huisarts of een andere verwijzer of wie dan ook, zeg maar, buiten de kring van rechtstreeks betrokkenen, moet je toestemming hebben om die informatie te mogen delen. We proberen dat aan de voorkant ook al wel wat te regelen in het basisregistratieformulier, maar je kunt niet alles regelen, want er zijn wel wat eisen aan die toestemming ook. Nou, iemand moet vrij zijn om die toestemming te geven. Die toestemming moet ook specifiek en geïnformeerd zijn. Dus je moet iemand uitleggen met welk doel je die informatie aan een ander verstrekt. En je mag ook niet zeggen, hierbij geef ik toestemming aan ACARE om
alle informatie over mijn behandeling met iedereen te delen. Dat is veel te breed, dat moet je echt specifieker maken. En het moet ondubbelzinnig zijn en zeker ook bij bijzondere gegevens, en dat zijn medische gegevens, moet het uitdrukkelijk zijn en expliciet. Dus dat ja tenzij, dat mag niet meer. Dus mondeling goed genoeg? Of moet mondeling mag, ja. Ja, dat is als maar duidelijk is waarover iemand toestemming heeft gegeven. En is het dan nog belangrijk dat ik het dan in EPD zet? Ik doe dit en ze hebben mondeling toegestemd. Ja. Of dat ik het gewoon weet en de ouder weet het ook? Nee, ik zou dat... Ik zou het wel even vastleggen. Ja, ik zou het wel vastleggen. Ja. Allemaal. Goed, onder. Achterin? Ja. Wat ik mij afvroeg, Alice, is, betekent dat dan nu dat je elke keer als je een adviesbrief stuurt, ja, dat je dus vraagt aan de ouders na het adviesgesprek, ik wil graag de huisarts informeren, vindt u dat oké? Okay? Ja. Ja. En kijk, een adviesbrief is... Want dat is echt niet wat ik nu doe. Dat mag nee. Gelukkig sta je aan de achterkant van de camera. Ja. Ik ging ervan uit, van nou dat was wel altijd informeren. Ik stuur deze brief nu ook ter informatie aan de huisarts, zo zeg ik het niet. Ja. Maar dat moet een andere formulering worden als ik nu naar jullie luister. Je moet wel echt vragen van, geeft u toestemming dat ik de brief... Vindt u het goed dat ik het naar de huisarts stuur? Ja. Ja. Of bent u daarmee eens? Of? In het dossier dat de ouders daarvoor... Ja. Ja, dat is wel fijn als je... Andere... Ja, dus eigenlijk in de behandeling bespreken wat je doet, hè, en dat toch wel even vastleggen in het EPD. Ja. Ja. Maar Alice, is dat dan voldoende informeren? Of moet ze eigenlijk de brief eerst zelf hebben gezien en dan zeggen, nee, deze brief mag naar de verwijder? Ja, dat is het meest zorgvuldig. Maar dat... ja... Ja, het hangt er ook vanaf hoe je zelf met die ouders in de relatie zit daarover. Maar ik vind wel, vanuit de basis, vind ik het raar om iets naar een huisarts te sturen. Wat gaat over ouders van kinderen die ze zelf nog niet gezien hebben. Ja. Dat vind ik eigenlijk de andere basis eronder. En het is misschien ook wel goed om te doen, of in ieder geval dat je het over de hoofdlijnen hebt. Want mensen kunnen mensen kunnen nu gegevens terughalen. Dus als ze willen dat die brief veranderd of vernietigd wordt, dan moet je hem dus ook bij de ander naar wie je hem toegestuurd hebt terughalen. En dat is ook heel veel werk, denk ik. Dus het bespaart je ook nog wel soms werk om even met die ouders die brief door te nemen. Ja, maar het vraagt dan ook wel beleid. Ja. Daar gaat het mij meer om. Ik denk, je kunt van alles vinden. Hè? Afzonderlijk van alles vinden. Ja. Maar dit is natuurlijk wetgeving waar elkaar vorm aan moet geven. En ik kan me wel voorstellen dat er een soort gedragscode in vorm van beleid komt. Van bijvoorbeeld over terugkoppeling van onderzoeksgegevens of behandelgegevens. Doen wij in principe zus en zo. Ja. Dat zou ik wel passend vinden. Ja, nou dat vind ik wel een goede Nemen tip. We mee. Nemen we mee. En dan zou mijn voorkeur hebben dat om... We hebben die richtlijn dossier in geheimhouding op elkaar. En net om die dan daarin te zetten, zeg maar, dat we niet allerlei aparte codes en richtlijnen hebben, maar dat daar iets daarover wordt gezegd. Zeg maar. Ik neem hem mee. Ik heb ook een vraag, ik zit een beetje op. Hoe gaat het dat op verwijzers wat de huisarts kan zijn natuurlijk? Maar er is natuurlijk altijd, er moet in principe nog een terugkoppeling plaatsvinden, behalve als mensen zeggen, dat willen we expliciet niet. Dat mag nu alleen maar als ze dus expliciet wel willen. Yes. Er is niet nog iets wat we toch moeten aangeven aan een verwijzer, als een verwijzerbrief is binnengekomen. Nee. Nooit meer iets te laten horen bij wijze van. Nou, weet je, hoe heet het, wat ik meestal wel adviseer is... Als mensen geen toestemming geven, dat je wel even aan de verwijzer laat weten van, goh, u heeft die Pietje aangemeld, zeg maar we hebben geen toestemming om u verder op de hoogte te houden van de resultaten. En we verwijzen u naar de ouders van Pietje, zeg maar. Zo, dat zou een mooie... Ja, want anders denken ze van, nou, dat Arcade, dat is ook een zwart gat, zeg maar. Dat, ja, ja, ja. Maar dat mag wel, want dan geeft het natuurlijk ergens ook altijd een naam. Ja, maar die mensen hebben toch al... Die cliënt naar ons gestuurd, zeg maar. Dus die hebben zelf die verwijsbrief al geschreven. Dus die weten wel. Nee, maar je zegt wel van deze ouders geen toestemming. Ja, maar ja. Ik weet dat ouders, ik ken ouders die dat niet leuk zouden vinden als ik dat zou zeggen. Maar dat geven ze toch? Ze geven toch geen toestemming? Je vertelt wat er is.
We kunnen niet met zwarte... Nee. Nou, dan zou je het daarover moeten hebben met de cliënt wat mij betreft, ja. En als ja. Die... He, u heeft het volste recht om te zeggen, dat weet ik niet, maar ik moet wel de huisarts laten geven. Dat, ja, vervolgens dat u nu geen informatie heeft. Dat moet niet, maar het is wel zo zorgvuldig richting die huisarts. En als mensen echt op hun strepen staan, dan zijn we maar even een zwart gat. Als Arcade zijn we er ook verantwoordelijk voor dat mensen hun rechten goed kunnen uitoefenen. En rechten zijn bijvoorbeeld het recht om je dossier in te zien, je gegevens in te zien. Het recht om die gegevens te wijzigen. Het recht om vergeten te worden. Het recht om gegevens over te dragen. En het recht op informatie over bijvoorbeeld met welk doel we welke gegevens opslaan bijvoorbeeld. Dus daar hebben we binnen Arcade... Dat is uitgewerkt in ons privacybeleid, dat vind je op Arcade.net. Ik zal straks vertellen waar. Maar ook bijvoorbeeld hebben we informatie over, hebben we een privacyverklaring gezet op onze website. En hebben we ook de brochures aangepast. En we hebben procedures ingericht op basis waarvan deze rechten kunnen worden uitgeoefend. En die zitten allemaal in ons privacybeleid. Wat moet je nou doen? Bij wie moet je zijn om je dossier in te zien? Nou, in eerste instantie gewoon bij een behandelaar, maar als iemand uitbehandeld is, dan gaat hij naar de regiomanager behandelzaken. En zo weten mensen of cliënten of medewerkers ook bij wie ze terecht kunnen om hun rechten uit te oefenen. Ik zit nog even te denken of we ze allemaal nog... Ja, ik zit even bij die recht om vergeten te worden. Dat is een discussie die je af en toe langs hoort komen van... Oh, dan moet alles weg en helemaal... hoe ga ik nu al die kleine dingetjes weghalen? Daar heeft de autoriteit persoonsgegevens ondertussen voor de zorg al wel nuances in aangebracht. Want er zijn, omdat die andere wetten ook gelden, vanuit de WGBO moet je dat dossier hebben. Dus iemand kan niet zeggen van ik wil nu dat je mijn volledige dossier weghoort. Dat kan niet. Dus dan zijn de strijd in de wetten. Daar is de autoriteit persoonsgegevens al in gaan nuanceren. Wat we doen als iemand zijn dossier wil laten vernietigen of een deel van zijn dossier, maar of zijn hele dossier, dan kan hij dat gewoon aangeven. Dan halen we alles eruit aan inhoudelijke stukken. We wegen eerst af, mag dat dossier vernietigd worden? De wet zegt, de wet kan zich daartegen verzetten. Bijvoorbeeld als het een BOPZ dossier is, dat moet je minimaal 5 jaar bewaren, dan mag je na 3 jaar niet om vernietiging vragen bijvoorbeeld. Dus dan verzet de wet zich er tegen. Maar het kan ook zijn dat anderen belang hebben bij dat dossier. En anderen zijn bijvoorbeeld jijzelf als behandelaar. Als je iemand een klacht dreigt in te dienen en eerst nog even snel al zijn gegevens wist, ja, dan heb je sta je als behandelaar met lege handen. En dan is het de vraag of je jezelf goed kan verdedigen. Dus dan zou je kunnen... zeggen dat je zelf of dat er een ander is die belang heeft bij dat bewaren van het dossier. Dus dan gaat, als dat allemaal niet het geval is, dan gaat het dossier leeg. En dan kijken we nog van, goh, hebben we al ons geld gekregen? Want moeten we nog iets declareren? Nou, dan bewaren we dat nog tot we alle vergoedingen binnen hebben. En dan gaat hij ook helemaal leeg en dan blijft er alleen het verzoek van de cliënt erin. En we laten ze ook altijd een akkoordverklaring tekenen. Van dat ze zich bewust zijn dat er geen gegevens meer over hen beschikbaar zijn. Maar ook dat ze zich bewust zijn dat ze dan ook niet zo goed een klacht meer in kunnen dienen. Dus die twee dingen blijven erin. En voor de rest is het hele dossier dan ook leeg. En dan wordt die ook geanonimiseerd. En ik begreep dat op help en ondersteuning inmiddels die procedure net helemaal is uitgewerkt. Dus als je een cliënt hebt, of een ex-cliënt, want die komt dan weliswaar bij de regio-manager behandelzaken binnen, maar die delegeert dan vervolgens weer aan een van jullie om dat te beoordelen. Komt dat veel voor? Ja, wel regelmatig. Maandelijks. Ja, het zijn wel mensen... Nou, ja, ik heb geen getallen, ik weet het niet. Nee. Ik zie ze niet allemaal langskomen. Dus, Maar ik heb wel de indruk dat we sinds... we onder de jeugdwet vallen, dat dat meer is. Ja. Dat mensen gewoon geen dossier meer van zichzelf willen hebben. Ja. Even ook gegevens overdragen. Ook daar zit een nuance in. Alle gegevens overdragen. Nee, eigenlijk hoef je alleen maar die gegevens over te dragen die de cliënt zelf heeft aangedragen. Dus
Dat, daar zit ook nog weer... Maar zullen we gezien de tijd nog eventjes... Ja, ik weet helemaal niet hoe laat het is. Ja, ja. Nee, we gaan door. Ja. Ze komen nooit door die slides heen. Want we gaan... eigenlijk bij de AVG zeggen ze van... We gaan steeds maken een juiste afweging. Dus bedenk vooraf wat je wil. En dat zit ook eigenlijk... Een van de dingen die ze zeggen van... Nou, doe privacy by design. Dus eigenlijk vooraf bedenken dat het allemaal goed is. Ga geen... Wat bij het basisregistratieformulier... vakjes waarin mensen dingen in kunnen vullen... waarvan je zegt, die mogen we eigenlijk niet hebben... die moeten eruit. Nou, zo moet het ook in systemen. Een aantal dingen moeten gewoon weg... want die mogen we niet in die mate opslaan. Het mag niet een standaard gegeven zijn. We hebben een casus gehad waarbij iemand bedacht... dat we ergens camera's gingen ophangen. Leuk, maar vooraf moet je eerst bedenken of het wel mag. Dat zegt de AVG. En hoe je het zo snel... Zo zorgvuldig mogelijk. Ja, nee, maar ook zo op de minst ingrijpende manier. Ja. Bijvoorbeeld werden die beelden 10 dagen bewaard. Nou, dat is onzin. Het was alleen om de veiligheid op dat moment een beetje in kaart te brengen. Dan hoef je dat niet 10 dagen te bewaren. Kom je ook in een lastige situatie als er wat gebeurt. Want dan mag je het dan aan de politie overdragen en dat soort dingen. Dus we hebben nu vanuit die risicoanalyse besloten van we slaan die beelden gewoon niet op. Die camera die loopt, die beelden zijn te zien op een beeldscherm, maar ze worden niet opgeslagen. Dus, dat zijn de impact assessments, die doen we dus overal. Dus op alle processen, continu, en eigenlijk van, hey, er verandert weer iets. Of in de facilitair, of we gaan andere gegevens opslaan, of nog meer dingen. Dan maken we eerst een assessment, kan dit? En dan gaan we verder. Een ander voorbeeld is eigenlijk, we zijn nu met een nieuw management informatiesysteem bezig. Daarin slaan we geen herleidbare persoonsgegevens op. Wel een cliëntnummer, maar voor managementinformatie hoef je niet te weten hoe die cliënt heet. Je wil je een trend zien. Nou, op die manier kijken we ook naar systemen hoe we dat zo minimaal mogelijk kunnen zijn. En dan roept al iemand van, ja, maar het is wel handig als ik hier een lijstje uit kan halen. Dat klopt, maar dan moet ik het ook op gaan slaan. Ja. Dus en handig is niet meer het criterium. Handig is geen... Noodzakelijk, dat is het... Dat is het kernwoord. Ja. Nou, ja. Ja. Mag ik nog iets vragen over dat camera gebeuren? Want dat is iets anders, maar ik heb er wel mee te maken met supervisies. Dat we graag beelden willen maken van een gesprek met de cliënt. Ja. Hoe zit het daarmee? Toestemming? Toestemming, ja. Toestemming, maar dan is het voldoende. Ja, en uitleggen waarvoor je ze wil gebruiken en wat je ermee gaat doen. Ja. En dat ze naar de supervisie weer gewist worden en dat soort dingen. Ja. Ja. En dan heb je bewaartermijnen en dat soort. Maar dat is allemaal... Ellen zei al, de organisatie moet zo optimaal mogelijk worden ingericht. Er moet dus beleid zijn. Nou, dat hebben we. We moeten ook zorgen dat de juiste beveiligingsmaatregelen er zijn. Nou, daarvoor hebben we vorig jaar onze certificering voor de NEN 7510 gehaald. Dus dat we ook op een veilige manier werken. Ook dat is verplicht vanuit de AVG. Maar niet alleen technisch, maar ook organisatorisch. Dus daar met procedures en alles. En de risicoanalyses. Nou, we hebben het verwerkingsregister al even bij de kop gehad. Dat is echt een enorme lijst waarop alle gegevens staan. We slaan, in dit systeem slaan we de naam op, de voornaam op en de achternaam en het adres en het BSN-nummer. En, nou, zo moeten we, hebben we dat allemaal uitgewerkt van waar zit wat. Maar ook afspraken met iedereen die gegevens van ons verwerkt. Want soms hebben we het zelf niet. OGD beheert onze systemen. Dus zij kunnen bij de data, dus daar hebben we een afspraak mee moeten maken. ROCA, daar worden de vragenlijsten ingevuld. Daar hebben we een afspraak mee moeten maken. Zo hebben we met alle leveranciers die eventueel data gebruiken die onder onze verantwoordelijkheid valt, hebben wij een verwerkingsovereenkomst mee. Met gemeenten hebben we soms discussies daarover. Die zeggen van, willen jullie even tekenen dat jullie onze gegevens verwerken? En daarvan zeggen we, nee, wij hebben vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, vanuit de WGBO, is het onze cliënt waar we een behandeling mee hebben. Dus het zijn onze gegevens waar we werken. Dus we zijn het niet voor een ander automatisch. Nou, dit zijn even de belangrijkste dingen hierop. Datalekken. Nou, komen ze voor? Ja, regelmatig. Maar heel veel? Maar niet extreem. Gemelden. Ik ga ervan uit dat ze allemaal gemeld worden. Nou, even in die zin, het wordt best goed gemeld.
Daar zijn wij best wel heel blij mee, dat heel vaak gewoon iemand, sorry, ik heb hier een foutje gemaakt. En dan in heel veel situaties komt het meteen ook wel terug van, en ik heb het ook al met de cliënt besproken, en dit heb ik gedaan. Prima, is je eigenlijk meteen opgelost. Maar dat is wel belangrijk. Altijd de cliënt informeren. Een van de belangrijke redenen waarom die wet met die datalekken is, is omdat alles onder het tapijt geschoven werd. En dat kan niet meer. Dat willen we gewoon niet. Dus het is nu gewoon open, melden en verder. En datalekken zijn ook niet dat het systeem lek is, maar ook gewoon dat een envelop ongeopend of een geopend retour komt, omdat die bij de verkeerde persoon terecht is gekomen. Je typt het adres. Wat zei je? Telefoon die verloren is. Een telefoon die verloren is, maar ook een e-mailadres wat je verkeerd intikt of onbeveiligde e-mail versturen. Ja. Dat zijn allemaal datalekken die officieel gemeld moeten worden aan de autoriteit persoonsgegevens. Nou, zo'n telefoon hoeft niet met automatisch een datalek te zijn. Dat kan wel een beveiligingsincident zijn. Hangt er vanaf of er cliëntgegevens op staan die herleidbaar zijn. Ja. He, dus wat als je een USB-stick kwijtraakt die gewoon beveiligd is met een wachtwoord waar niemand in kan komen? Moet je dat melden? Ja, in feite wel. Wel melden. Want ook hij is buiten jouw controle. Je kunt er even niks meer mee. En stel, ook ieder wachtwoord is ooit te kraken. Dus hij kan gekraakt worden uiteindelijk. Maar je hebt de maatregelen getroffen. Ja. Dus wij moeten in de melding dan ook aangeven wat voor maatregelen je hebt gedaan. Dus dat zit daar ook. Maar dan moet je, want ik kan me voorstellen, je hebt daar meerdere cliënten op staan. Je hebt je USB beveiligd. Dus wij moeten dan wel al die cliënten opbellen van eigenlijk staat het op. Maar ja, niemand kan erbij komen. Dat is het. Maar je moet wel al die cliënten benaderen. We hebben dat, onze eerste datalek was meteen eentje van 13.000. Daar zijn we mee begonnen. En dan moet je kijken van hoe ga je die allemaal benaderen. Een aantal waren al lang niet meer cliënt en het waren... En dan gaat het over op een andere manier informatie verstrekken. Dat mensen in ieder geval het kunnen weten dat die informatie er is. We hebben dat toen via jouw omgeving laten lopen. Dus een grote mail via jouw omgeving waarin we mensen geïnformeerd hebben. Waarin we jullie toen ook destijds geïnformeerd hebben dat het jullie cliënten kon zijn overkomen. En we hebben daar uitgelegd wat we fout hadden gedaan. En we hebben een informatienummer geopend voor waarin mensen bij ons terecht konden. Er was niet één cliënt die zich gemeld heeft. Dus mensen zijn daar over. En dat merken we ook als je even belt en zegt van dit en dit is gebeurd. Dan vinden mensen dat hooguit vervelend. Maar de meeste cliënten zeggen van we zijn allemaal mensen. Ja. En we maken fouten. En fijn dat je even gebeld hebt. En dat jullie daar een procedure voor hebben. Maar over het algemeen komen we geen boze cliënten tegen, zeg maar. Nee, nog geen enkele tegengekomen. Astrid hadden we net al even genoemd. Het is mijn collega waarmee ik samen nu functionaris gegevensbescherming ben. Nou, we zijn gewoon bereikbaar voor vragen en opmerkingen. En dan... En de functionarissen houden ook toezicht over of het netjes... gebeurt binnen ACARE. En die zijn we ook verplicht om aan te stellen, omdat we werken met bijzondere persoonsgegevens, met medische gegevens. Dus dan moet je als instelling verplicht een functionaris gegevensbescherming aanstellen. En aangezien dat een heel breed terrein is van juridisch tot en met technisch, zeg maar, hebben we het gesplitst, zeg maar. Hij weet meer van de techniek en ik meer van de regels, zeg maar. Ja. En daarmee zijn we aan de ene kant zijn we adviseur, aan de andere kant zijn we controleur. Dat is een beetje een dubbelfunctie die soms wat moeilijk is. We hangen daarmee ook rechtstreeks onder de Raad van Toezicht. Dus we moeten ook in die zin de Raad van Bestuur gewoon controleren of zij hun werk goed doen. Veilig informatie delen, hoe doe je dat nou eigenlijk? Waar doe je dat mee? Nou, groene vlak, dit mag niet. Dus... gewoon via op het ACARE-netwerk informatie delen, prima. Nou, zo zijn er een aantal dingen zullen langs zien komen. Ik zie meteen een vraag. Over Sino. Ja. Want ik zie er ook bij staan. En volgens mij zei jij, Alicia, laatst dat het UMCG heeft aangegeven dat Sino niet veilig is en dat zij niet mogen gebruiken. Nou, hij voldoet nog aan de NEN-normen, dus hij mag wel. Maar kijk, je kunt hem in...
in het kader wel zeggen van, het is namelijk wel een beveiligde verbinding. Dus in dat kader is hij wel veilig. Oké, en waar is het verschil zien van WhatsApp? Daar zit eigenlijk een slag in die, ik zit even te kijken of ik daar een plaatje van teken. Wat er gebeurt bij WhatsApp is, als wij samen contact hebben, dan stuur ik mijn bericht eigenlijk naar de server van WhatsApp. Dat wordt in Amerika opgeslagen en vervolgens aan jou doorgestuurd. Dus dat gaat eventjes via een opslagmethode. Wat we bij Silo hebben, is dat dat, punt 1, dat wordt een rechtstreeks verbinding. Dus die zegt, wij bouwen even een tunnel naar elkaar toe en daar praten we door. Dus dat is een andere manier van met elkaar praten. Dus de technologie onder WhatsApp maakt eigenlijk dat er informatie altijd in Amerika achterblijft. En dan zeggen ze, die is encrypt, die hebben wij op onze service staan. Want dan krijg je berichten. Uw service is nou encrypted. Ja, is leuk, maar in feite staat de informatie op dat moment in Amerika. En in het kader van de NEN 7510 mogen wij geen medische gegevens buiten de Europese economische zone brengen. Dus en Amerika, de wetgeving in Amerika is wat gemakkelijker in het dat je op een gegeven moment verplichte informatie moet delen dan. Ja, het staat ergens opgeslagen. Ja. Ja. En als ik kijk naar onderzoek, wij hebben ons gedacht aan het herinneren van ouders die meedoen aan onderzoek via WhatsApp, waarin we dus geen gegevens verstrekken, maar zeggen van goh, uw zoon of dochter. U heeft u aangemeld voor dit onderzoek en we willen u herinneren aan het invullen van de vragenlijst. En doen we dan via WhatsApp, mag dat? Het zou niet mijn voorkeur hebben om dat te doen. Ja. Want het is een beetje dubbel, hè? Want normaal zou je zeggen, het is alleen maar, je hebt wat informatie en dat informatie. Mm-hmm. Bij een ziekenhuis zou een dat iemand in het ziekenhuis is geweest, is soms niet zo erg. Want je weet niet waarvoor die is geweest, maar wat die heeft, vinden we vervelend. In de GGZ is het veel meer. Het feit dat iemand bij de GGZ is geweest, maakt het eigenlijk niet meer uit wat hij heeft. Dus daarmee is dat informatie eigenlijk een wat-informatie geworden. Dus ik zou daar niet voor kiezen om dat via WhatsApp te gaan doen. Maar ik zie de sms staan, 24 vrijheid hier al. We waren natuurlijk heel hard op zoek naar u, maar hier wat we appen inderdaad wel. Hè? Dat doen veel met de patiënten. Ja. Voorafspraken. Ja, je hebt daardoor heel weinig no-shows, dus dat is echt super. Even, dat is hier morgen. Maar dat kan dus wel met sms. Dat kan wel met sms. En dat zou je ook met jouw omgeving kunnen doen. Ja, maar wij lopen heel veel vast omdat het systeem niet werkt. Dus dat is heel leuk, maar die maand dat je het nog niet aan het praten hebt, dan ben ik heel blij met sms. Nee, maar dan is sms een prima alternatief. En bij Silo moet je uiteindelijk waarschijnlijk weer aan mensen vragen om iets apart te... Ja, let even op. Silo is eigenlijk bedoeld voor behandelaar. Dat is niet bedoeld voor je cliënten. Silo controleert namelijk ook of jij een BIG-registratie hebt. Ik zit erop, maar ik heb geen groen vinkje, want ik heb geen BIG-registratie. En daarmee zegt Silo ook van, dan weet ik ook wat voor iemand er aan de andere kant zit. Zit daar iemand die ook gewoon onder het beroepsgeheim valt? Dat soort zaken. Niet dat je dan nog zonder toestemming mag. En mailen mag wel denken aan via Ziffer. Ja. Mailen via Ziffer kan. Ja. En jij nog eentje? Ja, ook een hypothetisch geval. Stel, ik heb straks een onderzoeksdossier. En daar staat van 800 leerkrachten geanonimiseerde vraaglijsten. Dus die zijn niet herleidend tot de individuele leerkrachten. Ja. Mag ik dat dan naar mijn Roemeense collega's sturen met WeTransfer? Of hoe moet ik dat dan met ze delen? Wat denk je? Herleidbare persoonsgegevens? Nee. Ja, nou ja, tenzij. De vraag is altijd wanneer iets niet meer herleidbaar is. Als je de sleutel meestuurt, dan is het, dan kan het niet. Oké, maar de enige. Doet maar één leerkracht mee, bijvoorbeeld die geboren is in 1970. Dan is hij dus herleidbaar. Nou. Ja. Ja, als zij weten dat wie die leerkracht is, ja. Dan is het dus. Dus je moet eigenlijk in het kader kijken van, het is niet zozeer van, dit gegeven mag wel of niet. De vraag is het herleidbaar? Ja. En dus als de andere kant, die populatie, die weet alle namen. Maar kun je terug herleiden naar die persoon? Ja,
Er is maar één leraar, hè, er doet een leraar uit Ten Boer mee en er is maar één school met één leraar. Ja, ja. Dan is dat heel makkelijk om terug te zoeken. Ja. Laten we het even afmaken, want het is 1 uur geweest. Ik pak nog even de volgende. Lijstjes mogen eigenlijk niet meer. Zo beperkt mogelijk. Je moet echt ook bij lijstjes nadenken. Welk doel, waarom is dit lijstje? Ook dat moeten we gewoon neerleggen. En dat moet ook wel vastgelegd worden in het verwerkingenregister inderdaad. Dus, dus als je lijstjes maakt, een leuke Excel sheet over waar cliënteninformatie in staat. Nou, dan moet je al eventjes gaan nadenken van kan dit allemaal, dit moet in het verwerkingenregister. Moet er eventueel nog een risicoanalyse daarop gehouden worden. Dus dat gemak van lijstjes, handige lijstjes, dat is veranderd in de AVG inderdaad. Kan het met minder? Ja. Nou, en deze hebben we eigenlijk ook al eventjes bij de kop gehad. Die is in de loop van het verhaal. Heel kort over zijn. We moeten gewoon als elkaar een goed privacyverhaal hebben. Want anders hebben we een probleem, zeg maar. Nog even over die lijstjes. Ja. Ik denk dat er dan meer mensen zijn met lijstjes. Maar als ik dus een overzicht van mijn patiënten, en ik wil graag een overzicht houden wat ik alles doe, wat ik moet doen. En die heb ik in mijn eigen omgeving opgeslagen. Mag dat ook niet? Dat mag wel. Een lijstje om mee te werken voor jezelf. Dat mag. Wel, maar het structureel opslaan van gegevens. Wachtlijstgegevens voor het team, angst en stemming, dat soort dingen. Dat zijn echt de lijsten waar we het over hebben die gedeeld worden met iedereen. Want hier schrijven we altijd alles op. Ja, maar je eigen werklijstje. Nee, zo gek gaat het ook niet. Dan is je niet meer herleidbaar. Ja. Of goed beveiligd. En alleen toegang voor degene die er iets mee moeten. Agnes? Het team stond in de nee-categorie, niet doen, maar intern mag dat toch nog wel. Ja, daarom hebben we elkaar erboven, is er alles intern mag gewoon. Ja. Dus daar absoluut. Ja. Geen ziffer intern. Die Excel-wachtlijsten, die hebben we toch ook? Ja. Ja, die padlog. Ja. Ja. Maar er zit een wachtwoord op, alhoewel iedereen dat wachtwoord heeft. Even maar, ik weet het wachtwoord niet, bijvoorbeeld. Want ik heb er ook niks mee te maken. Kijk, de mensen die ermee werken, die hebben daar ook wat mee te maken. Ja. Maar als we dus een wachtwoord hebben voor degenen die daarmee werken. Maar ik wil wel opgeschreven hebben dat we dit lijstje hebben. Ja. En waarom we dit lijstje hebben. En hij staat op. En dat het op het lijstje staat. Ja, okay. Want dat is mijn tweede vraag. Dus je hebt een verwerkingsregister. Even. Je meldt hem bij mij. En dan wijs ik je verder weg. Maar deze staat er al op. Deze? Oh, oké. Okay. Soms. Daar heb ik eigenlijk ook nog wel een vraag over. Want vanuit de management werd wel gezegd: oh, open dat Excel-bestand met je team. En kijk samen met je team dan naar wie staat er allemaal nog te wachten en verdeel dat dan onderling. Maar dan laat je dus een heleboel namen in één klap aan je hele team zien. Ja. Wel met het doel om te zorgen dat het werk verdeeld wordt. Is dat dan nog gerechtvaardigd? Want er is een soort afweging, denk ik, tussen privacy van iemand opgeven. Ja, wat, welk gevoel heb je daarbij? Wat denk je zelf? Ik vind dat nog net wel een lastige zelf, maar misschien ben ik daar te plezierig. Maar zou je dat ook makkelijk op kunnen lossen? Als het doel is het werk verdelen. Ja, okay. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Ja. Mooi, dan haal je de herleidbare gegevens eruit en dan. Dan ben je daar. Ik vroeg nog af of als er iets naar iemand wordt gestuurd per post, of dat in een AK-app wordt gebeurd. Ja. Volgens mij wel. En dan is het hetzelfde eigenlijk waar u net over had en WhatsApp. Ja. Dat is een van de afwegingen waar we nog mee zitten. Dus dat wordt dan aangepast? Het wordt in ieder geval besproken. Besproken, we hebben het bij bestuur, komt deze te liggen. Van, goh, maak hier afwegingen. Ja. Ja? Dank jullie wel, heel helder. Ja. Mooi. Zullen we hiermee afronden, want dan kan de camera ook uit en dan. Dag allemaal.